Om deze strijd te winnen, mogen wij ons ook niet laten leiden door onderlinge verschillen die door onze tegenstanders worden uitvergroot. Zolang wij verdeeld zijn, zullen zij heersen. En daarom moeten we de handen ineens slaan en samen een vuist maken tegen het kwaad dat ons dit aandoet. Want wij zijn met meer. Je hebt veel meegemaakt, ja, je voelt de pijn. Er zijn dagen dat je liefst niet meer hier wilt zijn. Want het is te veel, je kunt het niet meer aan. Maar weet dat het allemaal voorbij zal gaan. Want het hele systeem is erop ingesteld dat de massa klein blijft en wordt gekweld. Weet je, wilt opgeven, je bent super moe. Maar weet, we gaan naar de vijfde dimensie toe. Verdrongen verdriet, ja, dat komt weer boven. Onverwerkte pijn, je moet er aan geloven. In het verleden zit je vast met je hoofd. Je hebt altijd al die mensen om je heen geloofd. Een dubje wordt nooit een kwartje dat wat jou vertelt. Verschuif dat paradigma, zwem in het geld. Verruim je geest met meditatie, dat is wat ik doe. Die mindset brengt me naar de vijfde dimensie toe. De politiek beperkt je groei. Hun allergrootste angst is de mens in bloei. Medicatie, dat is het doel van de farmaceutische corrupte boel. Maar de mensen worden wakker, één voor één. Natuurlijk komt de angst, waar gaat dit heen? Geestelijke groei, dat is de clue. Ja, dat brengt je naar de vijfde dimensie toe. 0D is een punt, 1D een lijn. 2D een vlak, 3D een trein. Maar god, het universum is oneindig veel D. Maar ondertussen word je afgestomd op de TV. Verhoog je frequentie, doe het elke dag. Doe je ding met enthousiasme, een voldane lach. 4D is de tijd en die valt dan weg. Met één voet kom je in de vijfde dimensie terecht. En nu knallen met z'n allen, gooi je boeien af. In de hoek staan is voorbij het einde van je straf. Waarvan je niet eens wist dat je had. De globalisten domineerden je gedachtenpad. De law of attraction werkt bij iedereen. Met je gedachten navigeer je door de toekomst heen. Maar stop met denken dat je faalt, visualiseer. Je ideale toekomstbeeld leg je angsten neer. En er wordt verteld, je ligt maar één keer. Maar je lichaam is slechts het voertuig van je ziel. Klakkeloos geloven is voor de meesten hun Achilleshiel. En als je dan bent uitgeleerd in deze tijd, genaamd 3D, de een ascendeert en de ander denkt, ik ga nog niet mee. Deze groep leeft verder in dit beperkte 3D bestaan. Maar 5D, de Trudinator, die komt er als de wieden weer gaan aan. Precies uitziet, ik wou dat ik het wist, maar dat weet ik echt niet. Maar wat in ieder geval al super tof is, is dat er eenheid en eeuwig leven met God is. Christen, Jood, Islamiet, Hindoe, Boeddhist, Atheïst. We komen van dezelfde bron en we zijn allemaal één. Het Waterman-tijdperk, dat is er nog maar net. Leer van de nieuwe tijdskin, druk hun frequentie gaat als hun raket. Ga van angst naar liefde, wees dankbaar en tevreden. Tot in de hemel op aarde, we zien elkaar dan in 5D.